First Lady Ingrid Bouterse-Waldering heeft op vrijdag 8 mei diverse goederen aangeboden aan ziekeninstellingen in ons land. De goederen zijn ten behoeve van de vrouwelijke verpleegkundigen. Dit in het kader van Moederdag, die op zondag 10 mei wereldwijd herdacht wordt. De ziekenhuizen moeten via een lotingssysteem de goederen verdelen onder de medewerkers. Zondag, Moederdag. En van mijn bureau doen we altijd iets naar de moeders toe. En we hebben ervoor gekozen om dit jaar het onder de verpleegkundigen te doen. Omdat die zich samen natuurlijk met u en de rest hebben ze ervoor gezorgd. Ze hebben zich ingezet, bijzonder, extra, met heel veel liefde. Anders hadden we deze resultaten niet bereikt. Dus ik had gedacht om met die mensen, weet je, eigenlijk iets te doen. En natuurlijk kan me dat direct zeggen, ik kan nooit iedereen helpen. Mijn bureau doet het vooral met donaties. Dus we hebben iets bedacht. En ik hoop niet dat de mannen verpleegkundigen boos zullen worden, want we zeggen niet dat zij zich ook niet hebben ingezet. Alsjeblieft, ze hebben zich ook heel erg ingezet. Maar omdat het binnenkort Moederdag is, hebben we ervoor gekozen om eigenlijk de vrouwen te gedenken. Wij hebben de verschillende ziekenhuizen bij elkaar gebracht vandaag hier. En we willen dat zij onder de verpleegsters, laat me het duidelijk zeggen, verpleegsters, dus alleen de vrouwen, deze spullen verloten. Het gaat om een wasmachine, het gaat om een fiets, het gaat om een ventilator en het gaat om zo'n zonneding. Hiermee kan je van alles doen. Als je stroom uitvalt, heb je leeg. Je kan doorwerken met je PC, noem maar op. Dus dat hebben we ook gehad om te schenken. Dus wij willen straks, als jullie teruggaan, ik weet niet wanneer jullie het willen doen, dat jullie het onder de verpleegsters voor ons op een eerlijke wijze verloten. Het was een verrassing. Ik vind het prima. Soms denk je van je bent in het oosten en je wordt vergeten. Maar ik zal dat niet meer zeggen. Ik ben heel blij. En natuurlijk ook voor de verpleegkundigen die vooral nu extra wordt ingezet met het COVID-19. En ze zullen echt verrast zijn. 12 mei zullen wij verloten. Dat ze een cadeautje hebben kunnen krijgen. Hoeveel verpleegkundigen heeft u? Wij hebben totaal verplegend personeel. Zijn we met 10. 10. Heeft u voor iedereen een cadeautje dan? Nee. Maar het ziekenhuis heeft ook, had ook zijn eigen planning. Dus los van dat verloot zal worden, gaan ze toch allemaal, zijn alle vrouwen dan hoor, gaan dan weg met een cadeautje. Tot slot een boodschap voor alle moeders, in het bijzonder de verpleegkundigen. Aan alle moeders, in het bijzonder verpleegkundigen, wil ik zeggen van, ik weet het is hard. Het is harder nu om te combineren, gezin. Maar ze verdienen allemaal een schouderklop, een applaus en ik zou zeggen, geniet van de dag. Dit een heel geweldige geste van de First Lady. Dat ze ook, behalve dat we in de situatie van COVID-19 zitten, niet vergeten dat er ook nog moeders zijn onder ons en dat alle andere dagen gewoon gevierd worden. Kijk, het is een heel moeilijke tijd, niet alleen voor Suriname, voor de hele wereld. Maar we moeten niet vergeten waar we vandaan komen. En dat is wat we gewend zijn te doen, ook de moeders op zo'n speciale dag in de bloemetjes te plaatsen. Ik vind het geweldig dat de First Lady ook aan het Wanika ziekenhuis heeft gedacht. Niet alleen aan het Wanika ziekenhuis, maar aan alle andere ziekenhuizen. U heeft hoeveel verpleegkundigen precies? 30? Ik heb er ongeveer 30. Het kan ook ietsje meer dan dat zijn als ik ook mijn part-timers erbij tel.
Dat wil zeggen dat u een paar ontevreden gezichten gaat krijgen na de loting. Nou, ik wil niet zeggen dat men ontevreden gaat zijn. Ieder die het werk doet, het werk uit waardering en uit liefde. En ieder die, niet alleen de verpleegkundige, het totaal personeel van het Wanica ziekenhuis, heeft er heel veel waardering voor het werk. En ze doen het uit liefde, ze doen het voor de gezondheidszorg, ze doen het voor de Surinaamse samenleving. Ik denk dat ze juist blij gaan zijn. En dat ze het ook misschien onderling zelf met elkaar gaan delen. Toch? De mensen we hebben heel goede samenwerking met de ieder daar. Ik denk ook alle andere ziekenhuizen. We hebben niet alleen de verpleegkundigen van het Wanica ziekenhuis die bij ons werken, maar ook van alle andere ziekenhuizen. Die komen ook altijd een handje helpen bij het Wanica ziekenhuis, want we zijn een heel nieuw ziekenhuis en we hebben natuurlijk alle ervaring nodig. Dus iedereen gaat blij zijn hiermee. Tot slot een boodschap voor de moeders. Nou, ik wil de moeders natuurlijk feliciteren met deze dag, met Moederdag. En ik weet dat er als moeder een heel zware taak is, niet alleen in het werk, maar ook het gezin thuis. Ik weet dat het moeders zijn een heel zware taak is. Ik heb ook heel veel waardering voor mijn moeder gehad. Het is er helaas niet meer, maar ik wil blijven zeggen, gefeliciteerd aan alle moeders en het komt zeker goed met Suriname. Purchase your tracks today.